Ter gelegenheid van het Mercatorjaar 2012 werd door de astronomische werkgroep Mercator een wedstrijd georganiseerd voor alle klassen van het vijfde leerjaar uit Kruijbeke. De opdracht was een 1-op-1 replica te bouwen van een originele Mercator-globe. De belangrijkste benodigdheden, de geren of papieren stroken, werden ter beschikking gesteld door de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. Na een presentatie over Mercator en astronomie door Jozef Pauwels van de astronomische werkgroep, hebben de vijfdejaars gedurende 3 maanden aan hun Mercator-globe gewerkt. 8 globes kwamen op de tentoonstelling Gerard Mercator 500 jaar cartografie van de heemkundige kring Wissekerke te hangen. 3 zondagen in april konden de bezoekers stemmen op hun favoriete globe. De klas 5A van Vrije Basisschool Sint-Petrus behaalde met 126 stemmen de prijs voor de mooiste Mercator globe binnen. Zij winnen een klasbezoek aan Kinetic Space NV in Kruijbeke.